Krijg je een gezondere darmflora? Dit is de Universiteit van Nederland. Zo, even een uh, probiotisch drankje. Daar ben ik nu wel aan toe. Heb jullie eigenlijk enig idee wat het zijn? Probiotica. Het zijn volgens de definitie darmbacteriën, of het zijn bacteriën die, indien in ze worden toegediend in, uh, in voldoende mate, een gezondheidseffect op de gastheer hebben. Ik kan me voorstellen dat je als uh, consument uh, tegenwoordig wat moeite hebt. Je, je loopt er door de schap en denkt: van ja, wat, uh, wat moet ik nou nemen? Er uh, staan allemaal uh, mooie verhalen op. Uh, goed voor een gebalanceerde darmflora, verhoogt weerstand. Um, en om daar toch uh, in ieder geval uh, wat hulp bij te geven, uh, is het van belang om uh, goed te kijken wat er op de etiket staat en um, dat de bacteriën die daarin zitten goed gedefinieerd zijn. Elke bacterie die uh, wordt uh, beschreven door een uh, geslachtsnaam, een soortnaam en een uh, naam van de stam. Dus ik ga daar nu even een voorbeeld van geven. Uh, Lactobacillus rhamnosus GG. Dus dat is, dat is een geslachtsoort stam. Dan weet je zeker dat die bacterie erin zit en ook helemaal niets anders. Uh, Lactobacillus casei Shirota. ander voorbeeld. Doet er verder niet zoveel toe, maar... Dat is natuurlijk dan helemaal gedefinieerd. En uh, dan kan je dus zelf even nazoeken: van, wat, uh, wat is dat voor een bacterie? Wat, uh, wat zijn er voor studies mee gedaan? En uh, wat, op wat voor manier zou die kunnen helpen? Uh, het is natuurlijk heel wat anders dan dat er staat: uh, bevat melkzuurbacteriën. Ja, dat is informatie uh, waar je helemaal niks mee kan. Uh, het doet een beetje denken aan dat je uh, naar een autodealer gaat en uh, besluit een auto te kopen. En dan zegt van ja, nou, uh, dit is een Volkswagen. Ja, Volkswagen. Uh, je moet natuurlijk ook weten wat voor, uh, wat voor het model het is en uh, wat, voor, wat voor uitvoering. Uh, ik, ik moet het volgens mij nu niet even hebben over de emissie van schadelijke stoffen, want dat is natuurlijk, uh, daarvoor is het niet echt een goed voorbeeld. Maar um, je mag er normaal gesproken van uitgaan dat op het moment dat uh, die, 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 die geslachtssoort en stamnaam gedefinieerd zijn, dat je dan uh, precies weet uh, wat je in de handen hebt. Uh, nou, wat, wat, wat doet zo'n uh, lactobacillus rhamnosus GG dan bijvoorbeeld? Wat, wat tonen studies aan? Uh, die laten bijvoorbeeld zien dat uh, uh, sommige kinderen met chronische darmklachten... Uh, zeggen, een, een, de, ...dat daarvan de weerstand van, de, van het darmwand uh, bevorderd is, verstevigd... ...hebben dus daar minder last van. Uh, verkorten van de, de duur van uh, diarree. Uh, Bijvoorbeeld antibioticum geassocieerde diarree, dus als je een antibioticum neemt, uh, kan je last van je darmen krijgen. Nou, als je dan tegelijkertijd daarmee een probioticum neemt, zijn er studies die heel duidelijk laten zien dat je daar dan in dat geval minder uh, last van hebt. Um, maar ook uh, uh, is er heel uh, duidelijk aangetoond dat er bijvoorbeeld allergische reacties uh, minder vaak, uh, minder vaak uh, optreden. Nou, ik denk dat het uh, ja, goed is te realiseren dat de, de darm eigenlijk een heel uh, belangrijk uh, contact is met, uh, met de buitenwereld. Uh, stel je zou die, uh, die darm uh, eruit halen en, en platstrijken. Misschien een beetje ingewikkeld om dat ook echt uit te voeren, maar dan, om toch even een beeld te krijgen, zou je uitkomen op het, uh, op het oppervlak van een uh, volledige tennisbaan. Dus dat is even om aan te geven wat een enorm. Oppervlak die, die darmen hebben. En die, die darmen, dat volledige darmoppervlak is helemaal bekleed met, met bacteriën. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al die bacteriën op en in ons lichaam functioneren als een soort hele gevoelige thermometer. Dus alles wat er aan, in, aan onze toestand verandert, of dat nou chronische ontstekingen zijn van de, van, van de darm, maar ook dingen die niet eens gerelateerd zijn met de darm, zoals autisme. Uh, Daar zien we dat er uh, systematische afwijkingen voorkomen in die, uh, in die darmflora. Um, en uh, heel veel onderzoek, uh, dus, laat maar zeggen, tot op de dag van vandaag, heeft te maken met al die verbanden. Dus op het moment dat wij uh, iets, iets, iets uit balans raakt, dan kunnen we dat terugvinden in de, in de darmflora. Dat is eigenlijk het belangrijke verhaal hier. Alleen uh, de vraag is uh, of, we die, uh, of we die rol ook niet uh, soms overschatten. En er is een, uh, een, een collega. Die heet uh, uh, Jonathan Eisen, die werkt aan de, in Amerika, UC Davis. En uh, die begon een beetje uh, te balen van het feit dat er zoveel mensen waren. die een loopje namen met, uh, met, met het vakgebied waarin die uh, zelf werkzaam. Daar is dus ook uh, microbioloog op dit uh, gebied uh, actief. En uh, die heeft dus bedacht dat hij uh, elke paar maanden de, de overselling: de Microbiome Award uitdeelt. En dat, dat houdt dus in dat die, ja, iedereen, dus laat maar zeggen. die een een bepaalde claim maakt van dit is ook iets met die darmflora die, die krijgt zo'n uh, hij moet het wel heel bond maken trouwens hoor maar die krijgt dan die overstelling de microbiome award en uh, ik dacht van dat is wel leuk om dat even met jullie te doen om eens te kijken van uh, ja zijn er misschien een aantal van die claims waarvan jullie denken van nou dit is ook wel echt zo'n uh, award waard goed een uh, die, die ook de uh, die, die, die laatst uh, een keer opdook het zijn over het algemeen uh, ja, niet onderzoekers maar vaak ook wat andere mensen van het, van het onderzoek maken in de, in de media, is dat uh, je, het mogelijk is om met een uh, gepast dieet je darmmicrobiome zo aan te passen dat je veroudering tegengaat. Is dit een award waard? Ja, inderdaad, inderdaad. En uh, wat heel interessant is hier, is dat uh, uh, wat er gebeurt, is dat oorzaak en gevolg uh, door elkaar worden gehaald. Want het is inderdaad zo dat uh, studies laten zien dat er bepaalde veranderingen zijn in de microbioom op het moment dat je ouder wordt. En die veranderingen zijn ook systematisch. Dus als je naar heel veel individuen kijkt, zie je inderdaad dat er bepaalde veranderingen zijn. Maar je kan het natuurlijk niet omdraaien. Je kan niet zeggen van, ja, uh, op het moment dat ik dus een paar van die bacteriën probeer te wijzigen, voor zover dat dan mogelijk is, dan gaat het ook veroudering tegen. Nou, precies hetzelfde uh, vind je ook voor uh, uh, de claim dat je op basis van het microbioom kan kijken of je... Wel bij een bepaalde partner past. Er zijn studies die. Dat, is, ja, dat klinkt natuurlijk al belachelijk, maar er zijn wel studies die laten zien: van. Uh, op het moment dat je dus langdurig bij elkaar bent, dan begin je ook elkaars microbiota voor een deel te delen. Die lijkt veel meer op elkaar dan willekeurig andere individuen. Maar het is natuurlijk onzin om dan te gaan zeggen: van ja, als ik eventjes een uitlezing maak van die flora, volgens mij wordt het wel iets tussen jullie. Goed, ik ga nou drie voorbeelden geven waarbij die, dat oorzakelijk verband wel heel erg duidelijk is. Uh, Eén uh, klassieker uit de, uit de begin jaren tachtig. En dat is van, uh, van Barry Marshall. En uh, dat is nu, niet, niet zozeer, laten we zeggen, een, een positief verhaal. Maar uh, uh, wat, hij, wat hij op een gegeven moment beweerde is dat hij zei van, ja, uh, uh, zo'n maagsfeer, dat kan wel eens... Uh, komen door een, uh, door een bacterie die... Uh, die in je maag gaat zitten. En um, nou, toen hij dat in die tijd uh, beweerde, toen uh, waren er toch heel veel mensen die hem aankeken van... Uh, wat, 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 gaat het wel goed met je? Wat is er met jou aan de hand? Uh, iedereen weet toch dat in de, in de maag uh, hebben we een hele lage pH door, door zoutzuur. Er kunnen helemaal geen bacteriën in zitten. Dat is, is onmogelijk. Dus hij werd door, uh, door zijn vakgenoten kaart uitgelachen... En op een gegeven moment had hij een uh, bacterie geïsoleerd. Luisterde naar de mooie naam Helicobacter pylori. En hij beweerde toch echt van ja, maar dit is, uh, dit is een bacterie die maagseer uh, uh, kan veroorzaken. Ja, en, en iedereen wist dat dat door stress kwam. Dat, uh, het is onmogelijk dat daar een, uh, een oorzaak van een bacterie achter kan zitten. Dus uh, wat, wat, uh, wat deed uh, Barry Marshall op een dag? Hij uh, had die Helicobacter pylori had die uit een patiënt geïsoleerd. En uh, hij uh, had hem gekweekt. We hebben hier een uh, cultuur van die uh, Helicobacter pylori. En hij zag van ja, dit is maar is nog maar één manier waarop ik dit kan bewijzen. En hij nam een hele grote slok. En hij werd, hij werd natuurlijk doodziek. Want dit is een cultuur helemaal vol met pylori. Hij kreeg een ernstige maaginfectie. En heel veel van zijn collega's die begonnen op dat moment toch wel in te zien van ja, misschien betekent dat inderdaad wel wat. Um, overigens heeft hij uh, voor, dit, uh, voor dit werk heeft hij, uh, de, de Nobelprijs voor de Fysiologie en de geneeskunde gekregen. Dus het is uh, verder helemaal goed gekomen met zijn, uh, met zijn carrière. Um, het is, uh, en nu is Overstap beeld van, van die Helicobacter Pylori als een infectieziekte weer een beetje op zijn retour. Want uh, de meeste mensen hebben die Helicobacter Pylori in een maag zitten. En uh, voor heel veel mensen geeft hij helemaal geen symptomen. Dus er zijn juist uh, laatste onderzoeken die er weer wat meer op wijzen in de richting van: ja, dat is gewoon een bacterie die bij ons hoort. En uh, er zijn een aantal aanwijzingen dat hij daar ook uh, betrokken is bij het uh, reguleren van, uh, van maagzuur en uh, uh, ook bij, uh, bij de eetlust. Dus als je die bacterie weghaalt, overigens is het nog steeds uh, standaardtherapie, dan uh, loop je het risico heel erg dik te worden. Goed, waar, in welk onderzoek vonden wij nog meer een, een heel duidelijk oorzakelijk verband? En dat is uh, aangegeven op het, op het volgende plaatje, uh, waarin we uh, gebruik maken van, uh, van muizen die helemaal steriel zijn. Dus het zijn dus muizen die hebben geen enkele eigen flora En die worden in dit soort kasten worden die, uh, gehouden. Die moeten dus helemaal afgezonderd zijn van de buitenwereld, krijgen steriel water. Komen met de keizersnede op de, op de wereld, worden meteen met de antibiotica en zo behandeld. Het is dus mogelijk om die muis helemaal steriel te houden. En uh, onderzoekers die, uh, kunnen daar dus een bepaalde uh, ja, flora in stoppen en kijken wat voor effect dat heeft. En dat hebben ze ook gedaan. Dat is uh, werk geweest in Zuid-Amerika van de groep van uh, Jeffrey Gordon. En wat heeft hij nou gedaan? Hij heeft tweelingen heeft gerecruiteerd, waarvan de een heel dik was en de ander heel dun. Sowieso uh, moet dat lastig zijn geweest om die te vinden. Maar het is hem gelukt. En uh, ja, die zijn natuurlijk genetisch helemaal identiek. Eén eigen tweelingen. Dus uh, dat, dat het aan de genetica ligt heb je dan uitgesloten in experimenten. En uh, hij liet de uh, ontlasting van die, uh, van die beide tweelingen... gaf die aan uh, muizen die op een bepaald uh, dieet werden gezet. En uh, wat zag hij nou tot, uh, in, in dat onderzoek wat er heel duidelijk uitkwam... is dat op het moment dat zo'n uh, muis ontlasting kreeg... Van, een, uh, uh, van, van, de, van de dikke van de tweeling werd hij zelf ook heel erg dik, en op het moment dat het dunne was, bleef die muis dun. Uh, dus dit was eigenlijk een, een, een resultaat waarbij je heel duidelijk, uh, laten we zeggen, uh, oorzaak en gevolg kunt duiden, want dit moet echt door die darmflora komen. Nou, uh, uh, het volgende punt was nog dat op het moment dat je die muizen bij elkaar zet, bleken ze allebei dun te worden. Hé, hey, wat was daar aan de hand? Blijkbaar is het dun zijn in dit geval besmettelijk. Nou, hoe, hoe, hoe komt het dat we dan geen, geen epidemie van dun zijn uh, op deze wereld hebben? Nou, dat heeft te maken met het dieet. Want uh, dit gebeurt alleen maar op een uh, dieet van, uh, van low fat. En alle effecten die hij zag, is dat als je die muizen een dieet gaf. Uh, wat, wat meer in de, in de, in de richting kwam van de McDonald's, laat maar zeggen. dan werden ze gewoon allemaal dik. En dan zag je deze verschillen ook helemaal niet meer. Dus uiteindelijk is het toch het dieet dat uh, van belang is. En uh, ja, helaas kunnen we dus niet uh, alles op onze darmvloer afschuiven. Nou, ik heb nog één uh, laatste punt. En uh, dat is uh, het punt van fecale transportatie. Dat is, uh, daarvoor is hier in Amsterdam ook uh, bij het AMC heel veel pionierwerk gedaan. En... Uh, uh, wat, wat we daar zien is dat uh, in geval van een. Uh, ik heb hier wat uh, hele nare plaatjes. Van een uh, infectie die is opgelopen met een uh, bacterie, het Clostridium difficile. Dat is een bacterie die maakt sporen. En die, blijft, uh, die infectie die wordt heel ernstig op het moment dat je, of in sommige gevallen dan, uh, een antibioticumkuur krijgt. Want wat, wat gebeurt er nou? Je legt al die bacteriën plat en uh, die Clostridium. Is in staat om een spoor te vormen. Dus die blijft er nog zitten. Dus wat doe je met zo'n kuur? Je hebt eigenlijk de concurrentie volledig uitgeschakeld. En uh, in plaats van dat je van zo'n antibiotica kuur geneest, word je in dit geval dus nog zieker. En je kan er dus heel erg moeilijk van afkomen. Dus telkens zie je eigenlijk dat op het moment dat je stopt met de kuur. Uh, de verschijnselen weer terugkomen. En dit zijn echt hele ernstige chronische darminfecties. Dus wat hebben, wat hebben ze daar nu bedacht? Dat op het moment dat, uh, dat we een fecale transplantatie doen. Dus we maken gebruik van poep. Uh, van, een, uh, van een donor. Meestal is dat een uh, familielid. En dat, uh, uh, en dat brengen we via een uh, zonde in. En daar uh, behandelen we dat patiënt mee. Uh, dan uh, zou het wel eens kunnen dat dat een heel gunstig effect heeft. En inderdaad, hebben deze. Uh, studies laten zien dat. Uh, dat uh, in sommige gevallen hoger dan 80 tot 90 procent van de patiënten genezen werden op deze manier. En dit is dus ook een, een heel mooi voorbeeld. Uh, waarbij je ziet dat. Uh, ja, laat maar zeggen, kijken naar een. Uh, meer met een ecologische bril. van pro probeer dat ecosysteem te herstellen. Uh, dat dat. Uh, ja, dat, dat dat dit soort mooie resultaten kan hebben. Nou goed, wat, uh, wat concludeer ik nou eigenlijk van hoe. hoe krijg je nou zo'n gezonde darmflora? Nou, ik. Eigenlijk is mijn punt een beetje dat ook al weten we nu heel veel, er eigenlijk nog steeds weinig nieuws onder de zon is. Gewoon de, de, wat we altijd al noem het maar hadden moeten doen is eet gevarieerd en met mate en beweeg voldoende. Dat gaat hier nog, nog steeds op. En als je dan toch wel moet doen, sla dan aan het fermenteren, want dat is natuurlijk een hele gezonde gewoonte die in onbruik is geraakt. Dus dat zou ik iedereen sowieso willen aanraden. En het wordt een heel ander verhaal als je het hebt over therapie. Want als je het hebt over therapie, heb ik zelf hele hoge verwachtingen van uh, allerlei uh, vormen van, van uh, therapie die je kan met bacteriën kan doen. Uh, ja, hier wil ik het wel graag uh, bij laten. Ik wil je hartelijk danken voor uh, je belangstelling vanavond.